Goedendag, Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We hadden vandaag een hele behoorlijke maartdag kunnen we wel zeggen. Geen maartse buien, geen sneeuw, niets van dat alles. Gewoon rustig weer met zonnige perioden. Vanuit het westen kwamen er wel wat wolkenvelden opzetten. Daardoor werd het vooral in Zeeland en in delen van Zuid-Holland en Noord-Holland in de loop van de dag grijs en grauw. Maar voor een groot deel van het land gold dat de zon nog lang aanwezig bleef. En daardoor kon de temperatuur in Twente, in de Achterhoek en in het Zuidoosten oplopen tot zo'n 16 graden. Naast westkust werd het op sommige plaatsen niet warmer dan 10 graden, dus wel grote verschillen. Nou, die wolkenvelden die we hier al boven het noorden en westen zien hangen, die gaan zich vanavond verder over het land uitbreiden. Op meer plaatsen dus bewolkt, maar er gaat geen regen uitvallen. Onder het wolkendek is het wel nevelig, lokaal komt er ook een mistbankje voor, dus het wordt allemaal wat grijzer. Temperaturen halverwege de avond 9 graden. In de loop van de nacht daalt dat kwikt dan naar 3 graden in het noorden en zo'n 6 tot 8 graden in het zuidoosten. En ook dan is er nog steeds kans op nevel en een plaatselijke misbank. En dan de dag van de verkiezingen. Nou, het weer zal geen negatieve invloed op de opkomst hebben. Want het is droog, de wind is rustig en de zon die is ook geregeld van de partij. In de ochtend, denk ik, wat meer bewolking dan in de middag. Dus wat meer zonneschijn in de middaguren. Temperaturen erbij: 11 graden in het noordwesten en 14 graden in het midden en zuiden van het land. Een hele rustige woensdag. En die donderdag, die ziet er ook goed uit. Temperaturen gaan dan zelfs oplopen tot plaatselijk 17 graden. Meer zonneschijn dan op woensdag. Alleen in het noordwesten kan het wat tegenvallen. Daar is opnieuw kans op bewolking van zee. En dan zou het daar hooguit 11 graden kunnen worden. Maar voor een groot deel van het land een heerlijke lentedag. En geniet er dan ook van. Want vrijdag en zaterdag gaan we uit een ander vaatje tappen. Vrijdag al wat lichte regen. En vooral een daling van de temperatuur. 9 graden. Zaterdag 10 graden. Maar dan gaat het behoorlijk regenen. Dan zijn er echt flinke perioden met een natte dan nog even het weer in de Verenigde Staten. Je hebt ongetwijfeld meegekregen al van ons dat daar vandaag een sneeuwstorm gaande is. Op deze bewegende beelden zien we dat in de roze en paarse kleuren. Die storm trekt langs de oostkust richting het noordoosten en er valt een behoorlijk pak sneeuw. Niet pal aan zee, daar valt het reuze mee. Want als we op de radarbeelden kijken van dit moment, dan zie je in de blauwe, Gele en oranje kleuren, dat daar regen valt en dat is ongeveer deze grens. En dan die gestreepte neerslag, dat is natte sneeuw. En al het roze en paarse, dat is droge sneeuw. En vooral dus behoorlijk zware sneeuwval, net ten oosten van New York City, maar wel in de staat New York. Daar gaat heel veel sneeuw vallen: 50, misschien zelfs 70 centimeter sneeuw. En als we dan nog even wat inzoomen op New York, dan zien we dat New York precies in het gearceerde gebied zit. Precies dus in het gebied waar voornamelijk natte sneeuw valt. En dat zien we dan ook op de webcams terug. Nog geen dik pak sneeuw in New York. Wel witte straten, maar het is een vieze smurrie daar. Rijd je daar iets de stad uit, dan kom je meteen in het winterlandschap. Nou, daar dus behoorlijk wat problemen door winterweer. Bij ons kunnen we ons dus opmaken op gewoon een prima woensdag en een nog fraaiere donderdag. En daarna gaan we bij ons naar de regen. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.